Hey boys, welkom bij een nieuwe video van Deze Wereld is Kut. Ik weet het, er zitten 2 weken tegen. Ik had niet zoveel om te zeggen, maar nu heb ik dat wel. Ik heb artikels gezien op de HLN-site op Facebook. Dat ik echt vind dat belachelijk zijn, dat niet door de beugel kunnen. Nu, ik had er een post gemaakt op mijn persoonlijke Facebook en een maat van mij zei, zie ik daar een nieuwe YouTube-video aankomen? Dus ja, je hebt gelijk. En voor wie dat nog niet weet over waar het gaat... Het gaat over dit. Gaybashing in Oudenaarde op de dag van de homohaat. Daders slaan en schoppen slachtoffer. Nu, daar heb ik even iets over te zeggen. Ik bedoel, het is 2021. Wie de fuck boeit het nog of je heteroseksueel, biseksueel, homoseksueel, aseksueel, panseksueel, whatever the fuck seksueel dat je ook zijt. Wie boeit dat? Ik bedoel, wat maakt het uit of dat je nu valt op hetzelfde geslacht of niet? Ik bedoel, dat maakt toch niet uit? Ik bedoel, wat boeit het? Het boeit toch gewoon geen hol, denk ik dan. Nu, kijk, blijkbaar zijn er toch zo mensen dat dat niet kunnen vinden en zo. En dan gaan we verder. Dan het volgende artikel dat we krijgen is... Verdachte op gaybashing in Oudenaarde verschijnen morgen voor de rechter. Dus allee, ze hebben die mannen heel rap gevonden, die mannen hebben bekend en alles. Maar nu komt eigenlijk het strafste van al. Het deel waarom dat ik deze video maak eigenlijk. Jeugdrechter laat verdachte van gaybashing in Oudenaarde vrij onder voorwaarden. Zie, dat snap ik niet. Ik snap dat legit niet hoe dat kan. Als je dat artikel dan leest, dan staat erin van... Ja, ze zijn voor de jeugdrechter verschenen. En ze hebben een keer goed onder kloten gehad. En de rechter heeft een 2 maanden huisarrest gegeven. Ik bedoel, wat? 2 maanden huisarrest? Dus in dit land kun je letterlijk gewoon op straat met een maat iemand half dood gaan schoppen. En het enige dat hij zegt is als je minderjarig bent... Ja, we gaan nou wat huisarrest geven. Wat denkt je? Wat? Op what the fuck slaat dit, man? Dit slaat toch letterlijk op geen shit? Dit slaat op geen hol? Dit zou niet mogen? Dit is gewoon fucking belachelijk. En ik snap er gewoon niks van. Ik snap niet dat die rechter zoiets beslist. Lekker als, steek die mannen in een instelling. Laat die mannen weet ik veel wat doen of zo. Maar ik bedoel, come on, man. En wat zal de dingen weer zijn? Van de mensen, oh nee, we zullen buttons maken tegen anti-homo-haat. Ja, want dat gaat helpen. Of anders kunnen we nog een keer een zebrapad in alle kleuren van de regenboog gaan schilderen. Wat denkt je? Gaat dat helpen? Is dat een goed plan? Nee, dat is geen goed plan. En gaat dat helpen? Dat gaat helemaal geen hol helpen. Want je hebt altijd zo van die mensen dat gewoon haten. Weet je, dit is blinde haat. Ik zeg het, wat boeit het nu of dan een man op een man valt of een man op een vrouw valt of... Wat maakt het uit? Het maakt toch gewoon geen hol uit? Ik snap er legit niks van. Ik snap niet waarom dat dit kan. En ik snap ook niet waarom dat het gerecht er zo lichtjes over gaat. Ik snap daar echt niks van. We hebben zoveel mooie dingen gedaan. We hebben gezorgd dat homo's en lesbiennes dat die kunnen trouwen en al. Dat die kinderen kunnen adopteren. Ja, buiten voor de kerk. Want ja, de kerk is... Nee. Mensen die... Mensen van hetzelfde geslacht die elkaar graag zien, dat mag niet. Maar wij mogen kleine misdienaars wel verkrachten, dat mag allemaal. En dat stoppen we in de doofpot. Dat is een ding. En ik vind dat verschrikkelijk. Ik snap niet dat dit gewoon zo kan. Nu, het zal een korte video worden vandaag. Ik heb daar niet te veel over te zeggen. Ik heb gewoon te zeggen dat ik dit echt een schande vind. En dat ik dit echt gewoon fucking bullshit vind. Dat dit gewoon nog kan in 2021. Maar kijk boys, ik laat de comment sectie open op deze video. Zeg mij wat dat uw gedacht hiervan is. Wat vind je daarvan? Vind je het een te lichte straf? Vind je het een te zware straf? Vind je dat die mannen harder moeten aangepakt worden? Weet je, laat het mij allemaal weten in de comments. En ik dank jullie allemaal voor te kijken. En ik zie jullie graag in de volgende aflevering van Deze Wereld is Kut. Of een andere video. Yo, salukes!